sluis hel. Iets met financiën bij de Shell. Al zeker 20 jaar voor die felgele schel. Een middelmatig salaris, een lege agenda. Kalender gratis van de Chinees, dat is zijn uitzicht nog steeds. TV-vapes hebben zijn gezicht vervangen als die screen safe. Zijn baas haat hem, hij weet het, dus carrière vergeet het. Een beetje gamen, een beetje gokken. Een beetje jong doen op chatboxen, porno downloaden op de baas aan kosten. Die Samsonite met dat cijferslot, die zijn vrouw tussen de kooi kap is in de vijverbol. Zat daar vol mee, shit. Ze belde hem op zijn werk, op zijn GSM. Yeah, what the fuck is dit? Kooi vechters met collectebussen, blijven op de bel drukken. Welke schulden, smoesjes. Laat thuis lang douchen, lippen stift op zijn bloesjes. Zakken die nemen reethuipels bij de hoeren. Yo, alles komt naar buiten, laat vergaderen. Illegale gokhuizen, ze kan het niet begrijpen. Kan het nog steeds niet bereiken. Begint erop te lijken dat het waar is. Een commissaris, journalist en een detective. Staat op de stoep naast die kooi vechters en passeren het slot. Ze zakt in elkaar als ze hoort wat ze zoeken. Ze haten de baas, ja, die had hem in de gaten. Die jazz, die dames waren zwaar in de jaren. Hij verzamelde films, de foto's en plaatjes. Hij zong steeds dieper, werd steeds viezer. Meer drugs, meer drinken, meer liegen. En met die laatste hand zou hij zelfs zijn vrouw verliezen. Shit, hi, huh? Een GSM gaat over in een auto. Niemand reageert, occasion Mercedes. Met zeker 170 tegen een boom geparkeerd. Zonder remsporen in de berm, dwars door de airbag. Brauw! Nek gebroken dood, 9 meter verder in de sloot. Total los, nog geen 3 kilometer van zijn favoriete spot in het bos. Waar hij met God sprak en doorkreeg dat de cake op was. En dat gat in de grond waar hij voor zat. Gat de doorslag, spoorzoekers in witte pakken. Ze vinden bloed op het stratenboek in het handschoenenkastje.